Yo mensen, Bas hier, oftewel Bassie Stand. En vandaag even een update video, jongens. Zoals jullie in de titel kunnen zien, dan word je in één keer afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is mij een paar dagen geleden overkomen inmiddels. Ik denk ik ga deze video gewoon even maken. Ik heb dit totaal niet voorbereid. Ik heb dit gewoon 2 minuten geleden bedacht dat het wel handig was om dit misschien te doen. Omdat ik zag dat als mensen mij beterschap wensen, publiekelijk of online, weet je wel. Dat mensen voelen van, wat is er met Bas, bla bla bla. En ik denk, voordat ik weer ga uploaden, ga ik dit even gewoon uit de weg helpen. Het wordt even een korte update video, maar ik ben een paar dagen geleden in het ziekenhuis beland met spoedeisende hulp. Het begon eigenlijk zondag vorige week dat ik heel erg koorts kreeg. Ik had heel erg koud eigenlijk in eerste instantie. En ik was hier op kantoor. En toen ben ik naar huis gereden, ben ik meteen naar de douche gerend, want ik zat echt te rillen van de kou, letterlijk. Wat je meestal op tv ziet. Met klappen tanden en dat soort gekkigheid allemaal. Ik het douchen, nou toen had ik het in één keer super warm. Voelde gewoon dat ik koorts kreeg en zo. En ik dacht eerst dat ik spierpijn had in eerste instantie. Wat ook meestal wel eens bij koorts voorkomt volgens mij. Dus ik denk nou ja prima, ik probeerde te pitten. En een dag later, ja, ik had nog steeds koorts, zweet uitbraken. In één keer weer koud, dat hele tijd heen en weer. En toen zag ik in één keer op mijn been zag ik 2 rode plekken zitten. Dus ik denk, ik denk nou dit is niet helemaal goed. Dus ik tegen mijn moeder gezegd van, joh, wat is dit, weet je, wat is niet, dit klopt niet. Nou, toen had ze een foto doorgestuurd naar de huisarts. En die had, ja, wondroos, dit, dat. Maar ik vertrouwde het sowieso niet dat ik ziek was. En ja, ik vertrouwde het gewoon niet. Op maandag had ik een sneltest gedaan. Voor corona. Bleek dat ik dat niet had. Dat was in ieder geval duidelijk, dat had ik in ieder geval niet. Toen zeiden ze, ja, er was iets voor 5 dat ik die test had gedaan. Toen moest ik meteen de huisarts weer bellen, want het was dus blijkbaar wondroos. Ik moest een paar vragen beantwoorden en toen kwamen ze tot de conclusie dat het dat was. Ik zei, nou ja, prima. Zei ze, ja, dan moet je aan de antibiotica. Ik zei, nou, helemaal prima. Ik zei, ik kan er geen pillen slikken, dus dan krijg je zo'n drankje. Helemaal prima. En toen had ik de nacht van maandag op dinsdag, had ik weer dat ik begon te rillen en dat ik gewoon moest overgeven en zo. En ik had geen eetlust, wat op zich voor mij niet zo heel slecht is in dit geval. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Toen had ik in één keer kreeg ik kokhalsneigingen en zo. En ik werd heel duizelig en dizzy en zo. Dus ze zeiden me maar van, ja, je kan best gewoon naar huisarts gaan. En dat was in de ochtend. En nou ja, ik hou niet van huisartsen en ziekenhuizen. Dan maak ik mezelf helemaal gek in mijn hoofd. En dat was dus weer hier ook het geval. Ik moest geholpen worden, want ik kon niet echt op mijn been meer staan die dag. Omdat die wondroos was helemaal uitgebreid over mijn hele been, hele scheen. Het was helemaal rood en ontstoken en ja, het was gewoon gloeiend heet en ik kon gewoon amper opstaan. Als je net bijvoorbeeld uit bed komt dan, en je bloed stroomt doorheen, dan ga je echt dood van de pijn. Dus nou ja, ik zat daar boven met mijn maat te wachten. Ik zei, ik ga denk gewoon zo meteen knock-out vallen. Ik voel het al aan alles. En ze zei, ja, doe maar rustig, dit dat, weet je wel, zoals moeders zijn. Hè. Dus nou, ik in die kamer in. Ik zei, ja, dokter, ik zeg, sorry, misschien een rare vraag, maar heeft u ook een bakkie of iets voor als het misgaat of wat? Want ik voel me niet zo top, weet je wel. Hij zei, ja, dus ik kreeg zo'n bakje, nou. Dus hij deed me van die dingen om mijn hand heen, dat is het enige wat ik nog weet. En ik moest overgeven voor mijn gevoel, maar er kwam niks uit, want ik had niks gegeten. En daarna begon ik te hyperventileren, soort van. En toen werd ik helemaal dizzy. Ik weet nog dat hij me half voor mij zat te schudden en toen viel ik helemaal weg. En ja, dat gebeurt wel vaker, dat mensen flauw vallen en zo, weet je, dat kan. Maar omdat al mijn waarden, zeg maar, die hij meten, allemaal in één keer daalden of stegen of zo, raakte hij ook in paniek, want ik was echt buiten bewustzijn in één keer. En toen had hij dus binnen no time ambulance hier in dat kamertje staan, of ambulancepersoneel, ziekenhuispersoneel. En ja, toen allemaal zo'n van die defibrillator, ik weet niet hoe dat heet. Maar omdat ze dachten van dat ik echt helemaal wegviel ineens. Maar ja, toen moest ik op de grond gaan liggen, weet ik nog. En toen ben ik kleermaker gaan zitten op de grond en toen kwam ik een beetje weer bij. Toen zei ik ook van, ja jongens, kom wel goed, weet je, ik heb mezelf een beetje gek gemaakt. En ik zei, het gaat weer goed, niks aan de hand. Want ik denk, ja, dadelijk moet ik naar het ziekenhuis en zo, daar zit ik niet op te wachten, snap je? Hij zei, ja nee, je moet echt naar het ziekenhuis, want dit ziet er echt niet goed uit en dit is niet best. En ja, we denken dus dat het dit is, maar we willen zeker weten dat het alleen die infectie is aan je huid, zeg maar, dat het niet in het bloed is gekomen, zeg maar. Dat je bijvoorbeeld eventueel een bloedvergiftiging hebt of iets. Dus ik zo, ja, ik zeg, maar het valt wel mee, weet je. Hij zei, ik denk niet echt dat je een keuze hebt, weet je. Dus, nou, dat ambulancepersoneel helemaal vertellen van, ja, we gaan rustig doen en dit en dat. Want ik zei van, ja, ik hou niet van die hele kermis, zeg maar.
Goed, om het even niet te lang te maken. Eindstand. Nou, ik er dus op de brancard. Werd ik met de ziekenhuiswagen afgevoerd naar het ziekenhuis. Spoedeisende hulp. Ik zei van ja, we gaan toch niet bloed prikken of zo. Want ja, dat is voor mij echt de hel. En ik ben misschien aanstellen, maar dat is voor mij echt een nachtmerrie. Ik kan niet eens kijken naar naald. Ik kan het niet zien. Ik kan het niet. Ik zei ja, dat moet wel. Want dit en dit en dat. Nou ja, eerst hadden ze allemaal longtesten gedaan. Harttesten, suikerwaardes en zo. Was verbazingwekkend genoeg, was dat goed. Ja, hoe dat kan, dat weet ik zelf ook nog niet. Maar goed, dat was blijkbaar goed. En ja, nou, toen kwam de bloedtest dus. Dus ik zei, ja, ik zei, doe maar, ik ga niet kijken, weet je. Ik ga sowieso, ik zei, leg me alvast maar neer, want ik ga flauw vallen nu. Ik weet het al, ik ga sowieso nokkie. Ja, zegt ze, oké, okay, maar goed blijven ademen, dit, dat. Ik zei, ja. Ik zei, bedoel nog maar. Dus ik voel die spuit in mijn arm. En ik begin al van de pijn te creperen, want ik heb een lage pijngrens. Dus op een gegeven moment, ik voel al, en ik voel dat hij doordrukt, zeg maar. Dus ik voel dat hij erin ging en dat hij naar door werd gedrukt. Dus ik denk, what the fuck, weet je wel. Maar ja, ik denk, ik doe gewoon ademhalen, zo. Ik zat echt een beetje zo. Zat ik daar een beetje. En, nou ja. Ze zei, ja, oh, huh? Ze zei, ja, er komt geen bloed uit. Ik denk, oh mijn god. Ik zei, huh? Ik zei, heb je nou gewoon geprikt, maar dus er komt geen bloed. Ja. Oh, ik dacht, oh mijn god, dit moet mij overkomen, hè. Ik zei, nou, dit stopt, man. Ik zei, dit moet mij overkomen. Ik zei, ja, gaan we andere arm proberen. Nou ja, ja, andere arm. Ik weet het nog goed. De eerste was hier. Hier, ja, je kan het niet goed zien. Nou, gingen we naar hier. Je ziet de plek nog, een beetje donkere plek. Hier, nou, bam, die spuit erin. En ik voelde verdomme gewoon weer dat die door werd gedrukt. Ze zei, ja, het is niet te geloven. Ik zei, oh nee, zeg maar alsjeblieft van niet, hè. Ze zei, nee, ja, je geeft geen bloed. Ik zei, ja, ik zei, mooi. Dus ik hier links, rechts, overal pijn. Nou, toen kwam er in één keer een andere vent. Die kwam in één keer, een echte dokter of wat dan ook. En die kwam in één keer, toen kreeg je een echo. Zo'n ding waar ze ook baby's mee meten. Ik zei, nou, ik denk dat het een tweeling is. Nee, grapje. Maar wat er dus was, hij ging dus kijken waar mijn bloedvaten en zo zaten. En aderen en dat soort gekkigheid. En nou, hij had er dus gevonden, bababab. Nou, hier, had hij hier zo, ik kan niet goed laten zien, maar hier. En hij, bam, hij plekte hem erin. Nou, toen lukte het eigenlijk net 3 keer. Ik denk, nou, moet mij weer overkomen, maar goed. Nou, toen heb ik daar 2 uur gelegen en gewacht. Bleek uiteindelijk dat er verder ook niks geks te zien was aan het bloed. Dat het alleen hoge ontstekingswaarde had. Wat dus logisch is als je dus dat oploopt. Nou, dus dan moet je antibiotica kuur maar volgen. Dus nou, ik mocht weer terug naar huis. Ja, toen had ik het eigenlijk op Twitter gepost. Ik heb dus wondroos, voor de mensen die dat niet weten. Of die niet weten wat het is. Het is zeg maar een soort, wat meestal opgelopen wordt als je een open wondje hebt of zo. Dat er een bacterie of een infectie komt en dan kan dat helemaal gaan ontsteken blijkbaar. En dat had ik dus. Ik kan me niet heugen dat ik ergens aan heb lopen krabben of iets, maar goed, dat kan zomaar. Dus het komt er eigenlijk basically op neer dat in het begin had ik heel erg koorts. Maar door de antibiotica zo was dat na 2 dagen wel weg. Op dinsdag, woensdag was dat een beetje al verdwenen. Maar toen werd mijn pijn wat heviger in mijn been. En toen kon ik echt gewoon niet staan op dat been. Dat was echt gewoon, dan ga je echt door een hel. En ja, het is helemaal gloeiend. Het is zeg maar, je kan het een beetje vergelijken als een soort, ja, hoe moet je het zeggen? Een brandblaar misschien. Nee, dat kan je niet vergelijken. Alsof je wordt gestoken bent door een exotische mug of zo. En dan gaat de hele vlek over je been en het is gloeiend heet, weet je wel. En er staat heel veel druk op. En dat had ik dus, of heb ik nog steeds eigenlijk. Alleen, het is wel iets minder aan het worden nu. En dat is eigenlijk wat ik dus de laatste tijd te verduren heb gehad. En daar ben ik nu van aan het herstellen. Maar het gaat best wel goed, moet ik zeggen. Ik kan gewoon lopen weer en zo. En ik zie dat ook de wond, zeg maar, herstellende is. Dus dat is best wel relaxed. Het ziet er ook niet super vies uit of zo. Het is niet dat je echt een beeld hebt van ontstoken. Het is gewoon wat rooi en wat gloeiende. Verder is het niet zo bijzonder of zo. Maar dat is dus wat ik, waar ik mee te maken heb gehad de laatste dagen. Mocht je het je afvragen. Ik had het ook al op mijn Instagram gezet. Dat wilde ik in ieder geval even uit de weg helpen. Ik heb heel veel materiaal nog liggen wat ik aan video's wil gaan doen. Ik was ook met een hele zieke video bezig. Maar ja, daar moest ik halverwege, is dat dus een beetje iets tussendoor gekomen. Dus wat ik net zei. Daar ga ik ook nog mee bezig. Dus er komen sowieso weer video's aan deze maand. Ja, elke YouTuber die uploadt elke dag 35 keer. Ja, omdat de AdSense zo hoog ligt deze maand. Geeft ze geen ongelijk. Maar ja, wat ik altijd doe. Ja, ik upload dan nog steeds hetzelfde. Nog steeds onregelmatig en kak. Maar goed. Vergeet even niet te abonneren. Vergeet even niet dat belletje in te schakelen. En vergeet ook even niet te liken. Dan komen we misschien een beetje terug in het algoritme. Dan kunnen we lekker gaan uploaden. Ik wil je sowieso bedanken. Mocht je tot nu aan het kijken zijn. Dat betekent dat je daadwerkelijk geïnteresseerd bent in mij. En dat waardeer ik. Dus bedankt. En ik hoop jullie zo snel mogelijk weer te zien. Ik moet ook even gaan editen. Ik ben ook op zoek naar een editor trouwens. Je kan best even op mijn Twitter allemaal kijken. Dan kan je het wel zien. Maar voor nu edit ik nog even zelf.
Maar er komen dus video's aan. Er komen hele lijpe pack openings aan met icons. Want jullie weten, icon season. Dan is Bassie erbij. Dat komt er ook nog aan. Dat is het eigenlijk wel zo'n beetje, jongens. Bedankt voor het kijken en stay tuned. En dit was mijn verhaal. Tot ziens.